Dit is een korte video over bloed. Wat zit er in bloed en waar dient het voor? Bloed bestaat voor 55% uit bloedplasma en voor 45% uit cellen, vaste bestanddelen. De rode bloedcellen zorgen voor het vervoer van zuurstof in je lichaam. Dat doen ze met behulp van het stofje hemoglobine. Rode bloedcellen hebben geen kern. Witte bloedcellen, die wel een celkern hebben, schakelen ziekteverwekkers uit. En dat kunnen ze doordat ze de bloedbaan kunnen verlaten omdat ze van vorm kunnen veranderen. Dat zie je hier. En dan heb je nog bloedplaatjes. Dat zijn eigenlijk geen complete cellen, maar delen van uiteengevallen cellen. Bloedplaatjes zorgen voor bloedstolling. Wist je dat je spreekt van bloedarmoede als er te weinig hemoglobine in het bloed zit? Daardoor kan het bloed minder zuurstof vervoeren. Etter of pus is witte bloedcellen samen met gedode bacteriën. Bloedplaatjes zijn delen van cellen zonder kern. Bloedplaatjes zorgen voor bloedstolling buiten de bloedvaten. Als dat misgaat en de bloedstolling vindt plaats in de bloedvaten, dan spreek je van trombose.